Want je maakt de verbinding eigenlijk tussen de locatie en de kunst. En dat maakt Kunstoor eigenlijk toch wel heel erg uniek. In deze serie volgen we 9 bijzondere Achterhoekers. Bij elk van hen speelt cultuur en erfgoed op een verrassende manier een rol in hun leven. We zijn hier in Meddo, buurtschap van Winterswijk. Nou, normaal kom ik hier niet, maar deze locatie is een onderdeel van Kunstoor. En dan kunnen mensen genieten van beeldende kunst, moderne beeldende kunst. En een van de locaties die we dit jaar op het oog hadden, dat is waar we nu rijden. Dat is Tunteman. Dat is een hele oude boerderij die ongeveer 300 jaar oud is. En normaal maken mensen geen kennis met deze boerderij. Hè? Ze rijden er langs en zien wel wat, maar komen er niet. Ja, als je alles wil bekijken, dan ben je daar 2 dagen zoet mee. Want Winterswijk heeft natuurlijk een prachtig buitengebied met allemaal mooie buurtschappen. Want het is ook de natuur die we dan erin betrekken in de route. Hè? De kunsthistorie, kunst en natuur. Nou ja, dat is een prachtig concept voor Winterswijk. Dus dat, ja, daar zijn we ook erg trots op. We geven ook ieder jaar een klein kunstboekje uit. Waar dan en de locaties in beschreven worden en de kunstenaars die meedoen. En dit, dit is een schilderij die ik heb gemaakt tijdens een artist in residency in Rusland. En dat betekent dat je een tijdelijk naar een andere plek gaat om daar inspiratie op te doen en te gaan werken. Ja, ik vind oude gebouwen, leegstaande oude gebouwen en plekken eigenlijk bijzonder. Omdat de tijd staat een soort van stil. Omdat er geen eigenlijk mensen meer wonen. Maar tegelijkertijd is er ook beweging. Doordat de natuur eigenlijk langzaam weer de plekken overneemt. Dus ik ga in de ruimte, ga ik rondlopen en kijken. Neem ik gewoon heel veel werk mee. Dan ga ik eigenlijk daar, als ik op de locatie ben, gewoon een beetje spelen om te kijken. Wat bij elkaar mooi werkt en wat ook goed in de ruimte past. De gebieden waar ik was eigenlijk in Rusland, dat waren veelal eigenlijk het platteland. Dat vond ik eigenlijk het interessantste, omdat het daar nog heel erg authentiek is. En dat is eigenlijk een beetje net als dit gebouwtje. Het is ook heel authentiek en oud en je ziet echt dat er geleefd is. Gewoon alles wat je ziet, kan je gewoon helemaal voorstellen van families die hier gewoond hebben en dergelijke. En dat vind ik eigenlijk heel mooi.